Welkom bij Crazy Kermis. In elke aflevering strijden twee teams om de winst. Ze krijgen 8 opdrachten. Zij bepalen welke ze doen en in welke volgorde. Elke opdracht levert bepaalde punten op. Het team met de meeste punten wint. Wie wint de meeste afleveringen en krijgt de eeuwige roem? Dit is Crazy Kermis. Succes! Is hij de derde loser weg? Nou. Hij is wat later. Jullie missen dus weer een derde man. Hoe gaat het met Colin? Het gaat goed. Ik heb gisteren 3 uur bij de RBO gezeten, maar ik ben er weer. Ja. Oh, Mr. X komt dichterbij en heeft zijn auto laten slingeren. Stop er zoveel mogelijk mensen in de auto van Mr. X. Laat kaas van je brood eten. Versier een onbekende en fix zijn nummer. Ja, kom. Hey, Jarno! Kom zo hoog mogelijk. Doe het met minimaal 8 personen. Oh, alsof je in... Wat doe je in die 8 personen? Oh, dat is leuk. Doe het met minimaal 8 personen, alsof je in een achtbaan zit. Poets de tanden van een vreemde. Maak de grootste hamburger en doe een goocheltruc. Ja, en laten wij zo hoog mogelijk komen. Nee. Versier een onbekende en fix je nummer. Dat moet als vrouw echt makkelijk. Ik zit in een relatie. Ik kan dat niet flikken. Ik heb ook een relatie. Ik ben single. Hey, hoe is het? Ik ga zo'n slechte opmerking maken over... Hi, sorry, mag ik wat vragen? Ik ben een banaan aan het eten. Ja, vraag. Mag ik een hapje van je banaan? Ja, tuurlijk. Wat doe je hier dan? Ik sta met KWF Inspeerbar. Leuk, hè? Kan je dan goed insmeren? Ontzettend goed. Zullen we dat... De beste insmeren van de wereld. We moeten dat even uittesten, of... Wat doen? Nou, misschien niet nu, maar later. Wij moeten met 8 personen een achtbaan nadoen. Wil jullie daaraan meedewerken? Ja? Oh, is het omhoog? 2, handjes omlaag! Weet niet, mag ik je nummer? Dan kunnen we later afspreken. Wat nee. Hallo. Hallo. Wat zie je er leuk uit? Oh, dankjewel. Ben je lang op de kermis? Een uurtje denk ik nou. Kom hier vaker? Ieder jaar wel even, ja. Ja. Mag ik je nummer hebben? Nou, ik weet niet hoor. Ik heb al een leuke date op de kermis. Ja. Ja. Nou, dat was geen succes. Leuk dat je ook op iemand afgaat en op een zwangere vrouw afgaat om die te versieren. Dan ben je denk ik een paar maanden te laat geweest. Was ze wel zwanger? Goed, moeten we nu doen alsof we in een achtbaan zitten? Hallo. Zouden wij even... Oh, zouden wij 8 stoelen mogen lenen? 8 stoelen kunnen we bij de tras pakken? Oké, we zorgen dat het ook weer terug komt te staan. Top. Met moeite. Zo. Ja, dat gaan we doen. Ja. Oké, 8 mensen. Doen jullie ook mee met de achtbaan? We moeten met 8 mensen doen alsof we in de achtbaan zitten. Oh, vandaag niet, ik ben al misselijk. Tik, en... Hey jongens, ja. We moeten zo hoog mogelijk een plek bereiken op de kermis, hè? Wij moeten zo hoog mogelijk komen op de kermis. Open. Hoe gaan we hier mensen instroppen? Waar gaan we dat doen? Gaan we het hier doen? Die heeft zijn gordel niet om. Dylan, gordel om. Cameraman ook. Pas op voor het bord! Oh, mijn god. Pas op voor het bord! Pas op! Hey Colin. Ga zitten. Nee, we moeten eigenlijk nog een foto maken. Oh ja. Fotomoment. Leuk foto, maar dan wel echt zo dat... Colin, kijk daar eens. We komen hoger dan de kerk. Mooi hè? Mooi uitzicht. Kijk, we komen hoger dan de booster. Ja, zelfs dat. Kan ik hier toch nog liggen? Ja, precies. Achtbank. Hoe werkt die? Ja, Ryan, kom maar. Auto's. Ja, komt goed. Kom, hier bij die meneer op school. Nee, hier die bank. Hem achter neerleggen. Kirsten? Oh, jongens, we kunnen nu een goocheltruc doen. Als we in onze vingers knippen, staan we op de grond. Okay. In 3, 2, 1. Hoppa. Daar staan we. Op de grond. Goed. Veilig. Ambition? Kunnen we hier... Daarin vuur ein tv-programma. Ja? Oké, dankeschön. Ik blijf maar Duits praten, ik snap het niet. Iemand anders moet dit gaan filmen, want ik durf echt niet met mijn telefoon zo in dat ding zo. Dus ik kan hem geven, maar... Probleem. Mag iemand anders dit filmen? Ja, wil jij dit filmen?
Melissa die begon me te vertellen waarom ze zo bang is voor de zweefmolen. In de zweefmolen? Ja, wat er allemaal gevaarlijker was. En dat maakte mij weer bang. Sorry. Ik vond het wel ontspannend. Oké, hoe was jullie dag? Ja, tot een hoogtepunt zijn wij gekomen. Ja. Wij ook, toevallig. Oh, mobiel. Heb je een bericht? De tussenstand. Mannen 45, vrouwen 60. Vrouwen 60. Wat? Dat we gewoon... Dat we, nou, we hebben, nou, okay, okay. We hebben het goed gedaan. Okay. Maar die laatste vraag telt. Art Roy achterstaan op de cabins bij de 16 ponies. Ze eten per dag met z'n allen 20 kilo hooi, 16 kilo worts en 12 kilo suiker. Hoeveel kilo eet één pony? 20 plus 16 plus 12. Stuur maar gewoon, joh. We hebben niks te verliezen. Ja, drie. Ja, 3 kilo's. Ja! Oh, nee! Yes! Oh, jongens, alweer! Ja, het staat nu 3-4. Ja. Dus hopelijk zijn we super creatief bij de finale, want anders... Moet je bedenken hoe creatief wij zijn geweest, hè? Top, dankjewel. Ja, dit maakt wel me iets goed. Ik ben zo benieuwd, jongens. Halen. Ja, ze zijn hier nog stappen. Godverdomme! Kermis FM.